in Klompengat was het druk tijdens de optocht dit weekend. Na eerst een sleuteloverdracht, een polonaise en een stevige maaltijd trokken vele carnavalswagens door het centrum van Best. En dat waren grotere wagens, maar ook kleinere loopgroepen. Het zorgde voor sfeervolle plaatjes in de straten van Best en veel bekijks langs de route.